Goedenavond allemaal. Welkom weer op het YouTube kanaal van Doe Het Ding. En leuk dat jullie allemaal weer meekijken. Nou, Irina hier vanavond dus. Het is al een tijdje geleden dat ik een live video heb gemaakt. Dus ik ben blij dat ik dus vanavond ook weer een keertje ben. Dat het weer lukt. En ik hoop dat jullie... Ik zeg wel heel vaak dat horen jullie ook. Ik hoop dat jullie het ook een leuk modelletje vinden. Ik ga een leuk modelletje kaart maken. Ik laat hem nog niet zien, want dan is het nog een beetje een verrassing. Ik heb wel een voorbeeldje al gemaakt, maar nou, die laat ik op het einde even zien. En ik ga jullie vertellen waar ik nu mee aan de slag ga. Ik ga aan de slag met onder andere deze leuke... mal van Marianne Design. Het is niet van de nieuwste collectie. Volgens mij de collectie daarvoor. Bestaat uit een mooie mal met teksten. Die waren er al in het rond. Nu ook in het vierkant. Nou, er zit een matlaagje bij ook. Handig ook om hem uit te snijden. Dan heb je een venstertje. En leuke kaarsjes met vlammetjes. Daar ga ik wat mee doen. Onder andere, ja, ik ga deze natuurlijk ook gebruiken. Maar die kaarsjes, dat wordt de blikvanger van de kaart. Ik ga het varkentje gebruiken van Elina, ook van Marianne Design. Daar ga ik mee aan de slag, is altijd een oudere. Met het mooie nieuwe kartstok ga ik aan de slag. Met al die mooie kleurtjes die hier voorop staan, voorkant, achterkant. Nou, echt mooi dik papier ook. Nou, ik heb er al best wel wat van gebruikt, maar 250 grams is dat. En met deze mooie paperpad. Ook ga ik nog een stukje papier gebruiken uit een wat oudere paperpad van Marianne Design. Met een regenboogprintje. Maar ik weet zo niet meer uit welke die precies komt. Dat moet ik even nakijken. Ik had er nog een stukje van over en ik vond het er wel mooi bij passen. Dus ook daar ga ik mee aan de slag. Nou, laten we beginnen. We beginnen met een basis. En de basis die bestaat uit twee stukken kartstok. Ik heb gewoon wit genomen van 25 bij 12,5. Nou, die doen we allebei door midden. Gewoon in het midden vouwen. Dan heb je een 12,5 bij 12,5 kaart. Twee stuks. We gaan geen twee kaarten maken hoor. En dat doen we met deze ook. Zo, mooie strakke vouw erin. Deze nog even goed doorrillen. En dan beginnen we eerst bij het moeilijke deel. Eén van de twee leggen we opzij, maakt niet uit welke. En die vouwen we even uit. Zo, ik leg hem altijd even. Ik zorg altijd dat ik hem precies op mijn grid heb. Nou, dat kan je doen met een tapeje op je... snijmat. Je kan het magneetmatje doen. Dan moet je even kijken wat je hebt. En het kan ook gewoon op je bureau. En dan tape je het even vast. Nou, ik vind het wel makkelijk om hem precies recht te leggen. Dan kan je met een liniaal makkelijk uitlijnen. Maar ik ga ook even laten zien hoe je dat zonder doet. Dus ik heb een liniaal nodig. En ik heb een potlood nodig. Wat gaan we doen? We pakken de onderkant. En dan zetten we precies op de rillijn zetten we op een halve centimeter even een stipje. Nou, dat doen we iets verderop ook. Maakt niet uit waar. Het liefst zo ver mogelijk. Dan kan je het beste uitlijnen. Heb je een grid op je mat, dan hoef je dat niet te doen. Maar ik laat het toch even zien, want dan is het wat makkelijker. Gewoon wat verderop. Zo. Dan pak ik mijn liniaal. En ik leg hem in dit geval even de 15 op het midden neer, zodat het een makkelijk rond getal is waarmee ik kan gaan tellen. Want ik ga tellen vanuit het midden. Als ik het nou zo zou doen, zo kan het natuurlijk ook, dan begin je in het midden. Dan leg je de 0 op het stipje en dan lijn je hem uit met het andere stipje. En dan ga je 6 centimeter die kant op, dus tot 6. Dit stipje ga je niks mee doen. Nou, dat doe je met de andere kant ook. In dit geval leg je dan 6, zou je zeggen, erop. Maar dan weet je niet precies of hij recht is. Dus ik leg in dit geval even de 20 erop. Dat is ook een rond getal. Ik lijn hem uit met deze, zodat hij hier mooi recht mee loopt.
En ook met het andere stipje. En dan ga ik 6 ook die kant op. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit stipje doen we niks mee. Dan gaan we een stukje naar boven. We gaan, ik moet even meten voor de zekerheid. Ja, 3 centimeter omhoog. Dus ik leg hem weer op de middenlijn. En dan vanaf deze lijn, hè, die je net getekend hebt, ga je 3 centimeter omhoog. Dan zet ik weer een stipje. Zo. Nou, en dan leg ik hem op deze lijn. Zet ik hier ook even een stipje om hem makkelijk uit te lijnen. En dat doe ik hier ook. Komt niet precies waar die komt, want daar zie je straks niks meer van. Het gaat gewoon om dat je straks je liniaal daar mooi recht langs kan leggen. Zodat je weet dat je hem... dat die recht is. Heb je nou een grid? Ja, dan kan je heel makkelijk je liniaal langs je grid leggen. Nou, wat ga ik nu doen? Nou, ik zoek weer een mooi rond getal op. 20 is er wel een mooi rond getal. Die leg ik precies weer op de lijn neer. Zoals we net deden. En dan gaan we dus weer 6 die kant op. Nou, hier komt hij dan natuurlijk op 26. En die kant komt hij dan op 14. Als je hem op 20 hebt. Hè? En anders tel je gewoon per centimeter even. Ik doe dat zo omdat je dan zeker weet dat hij mooi recht wordt. Nu slaan we een halve centimeter over van de laatste lijn die je hebt getekend. Dus ik ga weer precies op de middenlijn op een halve centimeter een stipje zetten. Doe ik verderop op de lijn ook. Pak de laatste lijn getekend omhoog een halve centimeter. En ook hier. Nou, ik zit er niet recht boven, dus misschien dat hij bij mij te scheef wordt, maar het mooiste is als hij recht wordt. Dan heb ik hier weer die 3 stipjes. Dan kan ik weer mooi mijn liniaal uitlijnen met die stipjes, zodat die stipjes er mooi, even kijken, tegenaan komen. Nou, leg ik 10 weer in het midden, omdat ik dan beide kanten makkelijk op kan gaan. Ik ga nu 4,5 centimeter. Dus dat stipje doe je niks meer mee. Dat laat je gewoon waar die staat. Hoef je niet helemaal naartoe te trekken. Gewoon 4,5 centimeter die kant op. En 4,5 die kant op. Zo. Dan gaan we. Dat had ik ook niet opgeschreven. Dus die ga ik ook even meten. 2,5 omhoog vanaf de laatste lijn. 2,5 centimeter. Dus ik leg hem weer op de middenlijn. 2,5 centimeter zet ik een stipje en dat doe ik verderop ook en hier aan deze kant ook, zodat ik weet dat ik hem weer recht doe. En ook hier ga je 4,5 centimeter, oh, moet ik hem wel recht leggen. Ja, dat is lastig als je er niet recht boven zit, maar 4,5 centimeter die kant op. En 1, 2, 3, 4,5 die kant op. Nou, misschien dat de meeste van jullie nu wel snappen wat het wordt. De laatste lijn die je getekend hebt. Vandaar ga je een halve centimeter omhoog. Je zet een stipje op de middenlijn. Je ziet hier straks niks meer van. Dus dat kan je, nou ja, hoef je ook niet per se uit te gummen. Daar een halve centimeter. Dat zijn je hulpstipjes om hem recht uit te lijnen. Leg ik hem weer op 10, netjes in het midden. Langs mijn stippenlijntjes. En deze doe je op 3 centimeter. 1, 2, 3. Van 10 naar 13. En 1, 2, 3. Van 10 naar 7. Nou, die stipjes doe je weer niks mee. Ook deze doen we 2,5 centimeter omhoog vanaf de laatste lijn die je getekend hebt. Nou, verderop ook even. Ga er even goed rechtboven zitten, dan weet je zeker dat hij recht wordt. Dat is het mooiste. Bij mij zal die nu, nou ja, dat heb ik al een paar keer gezegd, wat scheef zijn. Nou, dan lijn ik hem weer uit met mijn stipjes. 10 in het midden. En ik wil de 3 centimeter naar beide kanten. Dus 13. En 7. Nou ziet het er op deze manier uit. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu mijn mesje pakken.
Ik pak een vingermesje, want dat vind ik prettig werken. Maar je kan een gewoon mesje pakken, wat je zelf handig vindt. Nou, die leg je langs de lijn. En dan ga je precies op die lijn die je net getekend hebt, die ga je nu snijden. Even kijken. Tot daar. Naar de volgende. Op de achtergrond horen jullie mijn kinderen. Die zijn geen idee wat die aan het doen zijn. Maar die hebben plezier. Nou ja, dat is natuurlijk altijd goed. Toch? Nou, die. Dan doe je bij deze ook. Nee. En bij deze. En dat doe je dan bij deze ook. En de laatste. Zo, dat is wel handig als je daar een mesje voor hebt. Nou, ik laat hem nog steeds even liggen. Ik pak nu mijn railpen. Wat ga ik nu doen? Ik ga die brede stukken met elkaar verbinden. Dus die bovenste met die tweede. En dan zet ik een rillijn. En dat doe ik aan deze kant ook. Doorrillen. Dat dunne strookje, dit smalle strookje, sla je over. Dan ga je niet rillen. Dan pak je de volgende lijn met die. Zodat dit brede stuk weer verbonden wordt. Dus met dat kleine stukje doe je dan even niks. Die brede stukken moeten verbonden worden. Zo. En die naar beneden. Dan sla je weer dit kleine stukje over. En dan gaan we de laatste rillen. Dat is die hele dikke. Zo. En dan van die naar die. Nou, daar zie je nu nog niet zoveel van. Nou, ga ik toch een beetje gum. Is niet nodig, want we gaan straks de andere kant zien. Maar vergeet je het, dan heb je in ieder geval toch je gum gumsel weg. Maar dit komt straks in principe, als je het goed vouwt, komt het aan de binnenkant. Dus zie je niks meer van. Zo. Nou, dan ziet het er even een beetje zo uit. Nou, dan draai ik hem om. Want ik wil natuurlijk de potloodlijn aan de binnenkant. En dan vouw ik mijn kaart op deze manier om. Nou, nu zien jullie het natuurlijk al. Ik had hier, rillijnen gemaakt. Kijken of ik dat goed kan laten zien. Die ga ik een beetje heel voorzichtig zo meevouwen. Doe ik aan de andere kant ook heel voorzichtig eerst. Dan staat hij zo. Die dunne, die laat je staan. Dan druk je die tweede omhoog. Gewoon voorzichtig en dan zie je hem al een beetje opkomen. Je hoeft helemaal niet hard door te drukken, dat doen we straks. Daar, die middelste, die dunne laten we weer zitten. Dan drukken we die grote omhoog. Oh. En die doen we ook een beetje heel voorzichtig mee. Papier veren met papier. Nou, nou zien jullie helemaal wel wat het wordt. Nou, wat kun je nu doen? Je drukt hem heel voorzichtig nou, heel voorzichtig zei ik. Kun je hem dicht duwen. Nou wilde ik dat mooie beeld doen, maar dat ging dus niet. Nou, en als je dat gedaan hebt, dan vouw je even al die rillijnen even netjes strak door. Dat is een beetje scheef gegaan bij mij, zie ik. Nou, dat kunnen we misschien straks wel een beetje bijknippen. Dat zien we wel. Zo. Nou, zoals je ziet, ziet het er dan zo uit. Nu zitten de vouwen er mooi scherp in. En toch vouw ik hem weer een beetje plat. Want ik ga nu eerst de taartlagen ga ik bekleden. Nou, daarvoor heb ik strookjes kartstok uitgesneden. Ook weer uit die bijpassende paperpad met kartstok. En heb ik voor de onderste heb ik blauwe gedaan. En die zijn, ik geloof, 5,5 bij 2,5 centimeter. Dus die ga ik er eerst op plakken. 5,5 bij 2,5 centimeter. Als er vragen zijn, typ ze gerust. Hè? Ik probeer dan antwoord te geven in de chat. En dan
ja, probeer ik jullie te helpen. Misschien vinden jullie het ook wel helemaal niet leuk. Het is natuurlijk ook al een best wel bekend modelletje. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat je zegt van, nou ja, komt zij aan. Maar ik vond het wel heel leuk bij deze malletjes passen. Bij deze mal passen. Dus ik denk, ja, dat ga ik toch met jullie delen. Nou, dan die tweede. Dat zijn twee stukjes van 4 bij 2. Nou, ik heb even kleurtjes gebruikt. Dat heb ik gedaan. Zal ik zo even laten zien waarom ik dat gedaan heb. Het is ook weer lekker logisch. Dat heb ik gedaan omdat ik dat zo wel even zal laten zien. Oh, ik ben aan het knoeien met mijn lijm vandaag, jongens. Gitver. Zo. En dan de laatste. Dat zijn ook twee stukjes. En die maat is 2,5 breed bij 2 hoog. Zo. Nou, die zit erop. Even dichtvouwen. Zo. Nou, begin is er. Leggen we even opzij. Nou, nu gaan we natuurlijk met die kaarsjes aan de slag. Nou, hebben jullie al wel gezien dat er 3 verschillende formaten zijn? Nou, eigenlijk heb ik alleen dit formaat nodig in deze kaart. Maar omdat ik wel van het snelle ben, heb ik ze wel gewoon in alle 3 de maten uitgestanst. En dan knip ik ze even op maat bij zometeen. Dit zijn de vlammetjes. Nou, dat heb ik gedaan uit het leuke streepjespapier van uit dat nieuwe paperblok. Lemonade heet het volgens mij. Nou, nu ga ik ze even uitknippen. Ik stapel ze even op. Ik wil ze allemaal zo groot als de kleine hebben, ongeveer. Komt natuurlijk niet helemaal precies, maar even kijken, mis ik dan al nog een? Ja, die leg ik er ook op. Ik doe dat in 1 keer. Dat scheelt me heel veel knippen. Nou ja, als je zegt, ja, maar Irina, doe even normaal, wat onhandig. Dan doe je gewoon zoveel je nodig hebt in het kleine. Huppakee. Zie, nu heb ik allemaal kleintjes. Nou, doen we dat met die grootste ook nog even. Maar ik heb altijd wat een hekel aan stansen, dus dat wil ik altijd snel klaar hebben. Nou ja, dit heeft ook wel even tijd nodig, dus misschien is dit wel helemaal niet veel sneller. Maar, nou ja, gewoon even lekker op je eigen manier doen natuurlijk. Maar ik dacht, ik doe het lekker zo. Lekker op mijn gemak. Lieve lui dan moes, zeggen ze dan wel eens. Maar nee, ik heb altijd zoiets. Ik vind kaarten maken super leuk. Maar ik ben niet iemand die uren en dagen met 1 kaart bezig kan zijn. Hoe hebben jullie dat? Doen jullie dat wel? Of hebben jullie dat ook niet zo? Ik vind dan altijd, ja, dan moet het gewoon klaar zijn. En dan, nou ja, dat is mijn idee een beetje erbij. Nou, dan ga ik even verdelen. Ik wil op de bovenkant, wil ik 1 kaarsje hebben. Ik leg het even opzij. Dan komt op de tweede verdieping, komen aan beide kanten, komen er 2. Ik heb die andere die ik gemaakt heb, daar zitten er 18 op. Dus, het is maar net wat je leuk vindt. En hoeveel je er kwijt kunt. Je kunt er best wel veel op kwijt. Ik zal straks die andere laten zien. Dan kunnen jullie dat ook zien. Zo. Nou, dan begin ik met die onderste. Met de bovenste bedoel ik. Goedemorgen. Doe ik een klein beetje lijm op de onderkant. Dat dan weer wel. Nou, zoek ik het midden op. Trek ik hem even omhoog. Zoek ik het midden op. Kijk, nu komt hij er onderuit. Maar ik wil hem er net niet onderuit hebben. Dus ik plak hem precies tot de onderkant. Dan heb ik een mooie hoogte. Hij zou ook nog wel iets hoger kunnen misschien. Ja, is misschien ook wel leuk. De bovenste ietsje hoger te zetten. Dat hij net niet boven je kaart uitkomt. Daarom heb ik de bovenste laag van de taart ook iets lager gehouden. Want anders dan kwamen de kaarsjes erboven uit. Nou, dat vond ik niet zo leuk. Zo. Oh, jij moet daar blijven. Dan ga ik verder met deel 2. Nou, doe ik onderop een heel klein beetje lijm. Dan kan je ook nog een beetje spelen met waar je hem wil. Nou, die doen we hier. Komt bijna tegen de onderkant aan.
En zo, deze hier. Maar met heel veel kaarsjes is je ook leuk hoor. 50 zal misschien niet lukken, maar je kan er best wel heel veel op kwijt. Als je ze heel strak naast elkaar plakt, moet je gewoon even uitmeten. Of je maakt hem hetzelfde en dan maak je hem nog wat hoger. Dan maak je er een slimline kaart van. Dan kan je nog wat meer laagjes taarten doen. Dan kan je nog meer kaarsjes kwijt. En zo. Nou, naar de laatste. Daar komen dan 3 op de onderkant. Nou, doe ze een beetje op het zicht uitlijnen. Ik wil ze niet voorbij de laag hebben van bij de bovenkant van de laag erboven. Dat vind ik niet zo mooi. Persoonlijk, hè? Maar dat is natuurlijk een smaakkwestie. Dan 1. Zo leuk, die kaarsjes. Ik had het mannetje gezien en ik had eigenlijk direct al dit idee. Maar door omstandigheden hier kom ik er gewoon eigenlijk niet aan toe. Dus dat is super vervelend. Maar nou, ik ben nu blij dat ik er nu even voor ben gaan zitten. En dat ik nu toch eventjes bezig ben geweest. Zo nu en dan maak ik weer eens even een kaartje. Even lekker rustig zitten. En ik hoop dat er binnenkort de situatie weer zo verbetert dat het weer een stukje beter wordt. Nou, dan de laatste. En dan loop ik even naar beneden, want ik heb hier lawaai. Momentje geduld. Nou, daar was ik weer. Ze zijn zo lekker druk aan het gamen online met vrienden. Dat is hartstikke leuk, maar dan hebben ze niet door. Dan hebben ze zo'n koptelefoon op en hebben ze niet door hoe hard ze schreeuwen. Nou, dit is de binnenkant. Hoe leuk is dat? Zo. Nou, nu moeten we hem natuurlijk nog gaan verbinden. En dan natuurlijk nog een mooie voorkant maken. Nou, we hadden eerder al dat andere deel gemaakt. Die leg ik open. Deze vouw ik dicht. Wat ga ik nou doen? Ik ga eerst de rechterkant plakken. Dus ik vouw hem dicht. En dan draai ik hem nog een keertje om. Nou, die ga ik lekker in de lijm zetten. Kan ook met tape, wat je fijn vindt. Ik vind met dit soort kaartjes vind ik dan lijm. Nou ben ik een beetje buiten adem van het naar beneden lopen. Lijm wel prettig, want dan kan je nog een beetje schuiven. Zo. Nou. Dan pak ik deze erbij. Oh, die niet. En dan heb ik hier de rillijn. En die doe ik ietsje omhoog. En dan schuif ik hem er als het ware tegenaan. En dan lijn ik gelijk de onderkant goed uit, zodat die recht zit. En dan moet die, als het goed is, en netjes tegenaan passen, zo. Zo, laat ik hem even dichtvouwen. Dan komt hij er een heel klein stukje bovenuit nu. Bij mijn vorige was dat niet zo. Soms wil het wel. Nou, dan zou je hem even een klein beetje bij moeten knippen, mocht je dat ook hebben. Komt omdat ik hem scheef gevouwd heb, denk ik. Hij zit perfect nu trouwens. Zie? Dat is het voordeel van lijm. Dan kan je hem nog een beetje verschuiven. Nou, moeten we deze nog plakken. Dus die vouw ik dan gewoon dicht. Nou, zoals jullie zien is hij bij mij wat scheef gegaan. Nou ja, dat is niet zo heel erg. Dan ga ik hier ook goed lijm. Ook goed op die kantjes. Dat hij goed... Pas op dat hij er natuurlijk niet tussen komt. Want dan gaat je taart vastzitten. Dan komt hij niet meer omhoog. Dan hebben we geen pop-up taart meer. En dat is natuurlijk het leukste. Zo, dan hou ik hem dicht.
Zo. Ja, die is dus scheef. Maar goed, dat, is, dat komt omdat ik hem scheef gevouwen heb. Dat is niet anders. Dat zie je op deze manier. Zie je dat niet? Knip ik hem. Heel klein beetje even af. Een hekel aan scheve dingen. Oh, wat gebeurt er nu? Ja, dit moet je dus... Dat had ik bij de eerste ook. Je moet hem dus wel goed laten drogen eerst voordat je ermee gaat vouwen. Want anders dan krijg je dus bobbeltjes. Dus goed dicht laten. Niet mee omklieren. Even goed laten drogen de lijm. En dan, dan kan je ermee gaan vouwen. En je kan hem nu niet helemaal plat doen omdat je dan bobbeltjes krijgt. Dus hij moet gewoon eerst goed drogen. En zorg dat hij wel dicht kan. Dus laat hem zo op deze manier drogen. Dan krijg je geen bobbeltjes. Dus dat is de binnenkant. Nou, maar willen we natuurlijk nog een mooie voorkant. Dus dit leg ik even opzij. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb een stukje kartstok ook weer uit dat gewone kartstokpakket. 12 bij 12. Nou, die plakken we straks op de voorkant. Die is 12 bij 12. Heb ik een stukje van het mooie regenboog. 11,5 bij 11,5. Dit komt uit een oudere paperpad al van Marianne Design. Ik weet zo niet meer hoe die heet. Ik zal eens kijken of ik dat nog terug kan vinden. Nou, en anders een ander mooi kleurtje. In het andere lemonade pakket zit ook hele leuke printjes zitten daarin. Ik had hier nog een klein stukje van over, dus ik dacht, nou, ik gebruik deze. Waarom ik hem omdraai, weet ik niet, want hij is, ze zijn allebei vierkant. Zo. Nou, dan pak ik deze, want die is natuurlijk leuk. Die zit natuurlijk bij die kaarsjes zit die in. Gefeliciteerd. Zelf vind ik het altijd zo ook echt wel heel erg leuk. Maar dan wordt die net te groot voor op de kaart, denk ik. Ja. Dus, maar wat ik heb laatst een kaart gemaakt, heb ik hem zo geplakt. Vind ik hem ook heel leuk. Ik ga hem nu gewoon zo plakken. Ik vind hiep hiep hoera bovenaan leuk. Nou, dan ga ik lijmen. Nou, normaal... ik vergeet dus altijd om dit soort dingen te stansen in dubbelzijdig tape. Dat zou handiger zijn. Dit is een beetje een gepriegel. Maar... Ja, dat we het nu zo goed horen dat de jongens zo hier lekker gezellig het leuk hebben. We hebben een lekkage gehad met die heftige regen. En de slaapkamer van mijn jongste, die, nou ja, die is helemaal nat geregend. De hele muur is doorweekt. Dus alles is hier nu een beetje anders. De deuren die kunnen niet goed dicht. Dus dat moet eerst hersteld. Dat moeten ze eerst gaan herstellen weer. Dus... ja, helaas. Maar goed, dat zijn dingen, dat hoort er ook bij als je een eigen huis hebt. Ook als je niet een eigen huis hebt trouwens, maar dan heb je het voordeel dat de verhuurder het zo snel mogelijk op moet lossen natuurlijk. Ja, en al die bouwbedrijven die hebben het allemaal druk en zo, dus we hopen dat het snel opgelost wordt, maar het is een puinhoop. Nou, die komt hierop. Zo, even goed aandrukken. Kijk of alle lettertjes recht zitten. Wat ik van deze ook zo leuk vind, die rechte, is als je hem nou... hier zie je dat je een randje ruimte hebt. Als je dat zo af zou snijden, hè, als je hem hier zou stansen. Dan heb je een heel leuk randje en die kan je zo weer ergens leuk tussen steken. Nou, dan heb ik deze. Die heb ik gewoon gestanst met het matlaagje wat hier dan weer bij zit. Hè? Dat gewoon het vierkantje. Je kan hem er ook uitstansen. Dan komt de achtergrond er weer doorheen. Of dat je er een schutkaartje van maakt. Dat is ook super leuk. Ik vind het altijd wel hele leuke malletjes. Mooi veelzijdige malletjes. Nou, die komt hierop. Zo. Nou, dan gaan we het varkentje doen. Nou, die heb ik al ook een deel voorbereid. Want anders duurt het allemaal zo vreselijk lang. Ik heb een grote gedaan. En een kleintje.
En dat kleintje dat komt op zijn rug, net als op het voorbeeldje. Helemaal niet zelf bedacht of zo. En een mutsje. Nou, dat mutsje dat ga ik even maken. Ik wil wel een roze mutsje doen. En dan wilde ik eigenlijk zo dit geel erop doen. Maar ik wilde dat ook geel hebben. Dus dan knip ik gewoon even dit pluimpje van die gele muts af. En die plak ik dan op die roze muts. Dan komt dat weer eventjes net nog een keertje terug. Dat vind ik zelf wel heel erg leuk. Altijd. Zo van die kleine dingetjes. Maar zo. Nou, dan deze. Het randje er even onderaan vast. Kijken hoe die... Nee, andersom natuurlijk wel. Anders dan past het natuurlijk niet. Zo. Nou, dat zijn ook weer, diezelfde kleurtjes die daar dan weer bij passen in dat blok. Zo, dus een mutsje, een feestmutsje. Nou, ga op het varkentje. Nou, ik heb hier het lijfje en er zit dan nog een los pootje aan, het hoofdje. Misschien is het nog wel leuk om hem even een beetje blosjes te geven, dacht ik me ineens. Even kijken, wat is daar wel aan? Een leuke kleur voor. Ik denk dat hij wel heel roze is, maar we gaan even kijken. Even een dun kwastje. Ja, deze is wel heel roze. Even kijken of ik een andere heb. Even zoeken naar de goede kleur. Ik heb laatst alles mee naar beneden gehad, dus even kijken. Waar is hier? Dat is ook wel een hele felle. Iets flamingo. Even denken. Deze is maar eens proberen. Ik heb hier nog een stukje van die kleur over. Ik ga even kijken wat die doet. Ja, die vind ik wel prima. Geef ik hem even een beetje wangetjes. Dat is wel schattig. Nou, het is niet heel duidelijk te zien. Misschien kan hij wel ietsje, toch wel ietsje heftiger. Even kijken wat dit doet. Ja, gewoon lekkere roze wangetjes. Kan wel een beetje over de top, toch? Zo, dan doen we straks nog even met een fineliner. Stipjes erop. Ah, schattig. Lekkere blosjes. Kitsch Flamingo heb ik nu gebruikt. Dan gebruik ik die handige kleine kwastjes van Waffle Flower bij. Nou, dan doe ik er zo nog even met mijn fineliner even stipjes op. Maar ik laat hem even drogen. Zo. Nou, eerst het lijfje er even op plakken. Mag wel iets omhoog, dus dat doe ik even met een... Dan moet ik eerst een stipje zetten, want anders wil dat niet meer. Krijgt die lieve wangetjes. Die andere krijgt straks ook lieve wangetjes. Dan doen we daar even foamblokjes achter. Ho. Kiekeboe. Misschien ook nog een puntje in zijn ogen zit ik aan te denken. Dan maakt hij hem misschien wel wat liever nog. Nee, doe ik niet. Doe ik lekker niet. Hier nog even stipjes op. Ben ik nog in beeld? Ja, ik ben nog steeds in beeld. Maar zometeen het leuke eindresultaat. Oeh, eindresultaat even zien. Mutsje op. Feestvarken. Maar dit is ook heel leuk als kaart voor een man.
leuk bierglas erop of zo. Lanvin heeft geloof ik heeft wel hele leuke bierglazen. Of nou ja, je kan natuurlijk ook andere dingetjes nog erop doen. Maar voor mannen zijn het meer of alleen de kaarsjes. Of nee, er zijn veel mogelijkheden. Dus dat heel veel mensen vinden het altijd wat lastig om kaartjes voor. Oh, die zet nog het plakketje. Wat was er nog niet af? Vinden dat altijd lastig, maar nou, ik vind dit soort kaartjes kan altijd wel goed ook bij voor mannenkaartjes. Nou, die pootjes die komen er dan zo nog op, want hij kijkt met zijn pootjes eroverheen. Nou, die plak ik wel vast. Die zit aan het lijfje. Kleine varkentje. Zo. Dan doe ik die vast. En het onderste laat ik een beetje los. Zodat hij nog een beetje de schaduw krijgt. Zie je, dan kun ik hem heel klein beetje op. Dan krijgt hij een beetje schaduw. Als ik die ook zo hoog doe, dan lijkt het net of zweeft hij. Dus ik plak alleen de onderkantjes vast. En dan doe ik deze. Zet ik een heel klein beetje op deze manier omhoog. Nou, hoe leuk is dat? Ik vind het helemaal leuk. Ik ben helemaal verliefd. Nou, dan pakken we natuurlijk de basis er weer bij. En dan komt die, komt dan hierop. Ho. Zo. Huppakee. Goed vastzetten. Nou, en dan doen we even de lijm. Ho. Nou zeg. Doen we even die in de lijm. En dan die er even onder vandaan. Dan kunnen we even zien hoe leuk dat geworden is. Nou, dan heb je zo een kaarsje. En dan doe je hem open. En dan heb je gewoon een vet leuk taartje. Nou, hoe tof is dat? Je zou er nog wat in kunnen stempelen. Maar het is ook leuk om hier gewoon even je dingen op te schrijven. Ik vind het helemaal geweldig. Ik had het idee met die kaarsjes eigenlijk al zo toen ik die mal zag. Ik denk, dat wil ik ermee maken. Nou, dit was een mooi moment om hem voor deze live te maken. Nou, ik had dus al een voorbeeldkaartje gemaakt. Maar die vond ik niet zo super leuk. Maar die ga ik nog wel even met jullie delen. Daar heb ik het ijsje op gebruikt. 18 kaarsjes. Kijk eens, dus 18 kunnen erop, maar zoals jullie zien, kan je er overal ook nog wel eentje tussen. Dus 36 kunnen er ook zat op. Dus je kan best wel veel kaarsjes op kwijt. Nou, ik vond het echt ontzettend leuk. Nou, deze voorkant vond ik iets minder geslaagd dan deze. Met het ijsje. Ik denk dat het door de gele achtergrond komt. Dus daar baalde ik een beetje van. Ik denk dat moet ik in de live even anders doen. Maar het resultaat is natuurlijk wel echt te gek. Tenminste, ja, ik vind het zelf heel leuk. Ik hoop dat jullie het ook een leuk modelletje vinden. En ja, mochten jullie hem gaan maken, dan zie ik dat natuurlijk ook graag weer tevoorschijn komen. En plaats het dan ook even in de groep. Ik vind het altijd leuk om te zien wat voor andere ideeën mensen dan weer hebben en zo. Ja, en mochten er vragen zijn, stel ze. Ik probeer ze te lezen. Ja, mocht ik niet gelijk antwoorden of iets. Ik probeer het in de gaten te houden. En nou ja, mocht er wat zijn, stel gewoon de vragen. Misschien dat er ook wel anderen zijn die het zien en die ook antwoord weten. Maar in principe dan probeer ik gewoon te antwoorden. En ja, dan wens ik jullie alvast een heel fijn weekend. En heel erg bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. Doei doei!